je bleef, als ik je mag zeggen, je bleef lang staan. Ja, dat klopt. Viel me op. Ja. Nee, je denkt toch, dat zullen veel mensen hebben, Piratenpartij, juist vrij strikt en streng op privacy. Je hebt een speciale piraat in de zaal. En de afweging die ik maakte in het voorjaar toen ik mijn kandidaat stelde, had te maken met die vragen die jij stelde. Nou? Namelijk, je gaat misschien wel de Tweede Kamer in, en dat is een plek met best veel macht. Mm-hmm. En met macht komt transparantie. En je maakt me aan het twijfelen bij mijn huisadres. Want je voelt je ook onveilig op het moment dat er spannende debatten zijn. En, maar goed, de grote campagnebus staat regelmatig voor mijn huis geparkeerd. Zelfs dat is bekend. Maar ja, transparantie. Dus de meeste vragen accepteer ik dat bij die functie hoort. Want dat is eigenlijk de combinatie die de Piratenpartij wil maken. Ene kant privacy voor de burger, ja. Andere kant transparantie van de overheid. Precies, en niet andersom waar je het net over had natuurlijk. Helder. Hoe gaat dat voor jullie? Hoe zien jullie die rol van die overheid in het dus opvoeden of bijpraten, informeren van mensen als het gaat om online veiligheid? Kennisniveau bij de burgers begint bij de overheid. Net als in een bedrijf, als de directeur het niet doet, waarom zou jij je wachtwoord dan veranderen? Mm. Iedereen krijgt zo'n mailtje om de maand van je moet je wachtwoord veranderen, maar bij de directeurs in de policy dat niet hoeft. Dat is onze overheid op dit moment en dat zou anders moeten. Ja. Als je nou kijkt naar die Barbiepoppen wat je net noemde, er wordt hier speelgoed verhandeld dat de gesprekken van je kinderen gewoon beschikbaar maakt zonder encryptie. Dat wordt opgeslagen is al een probleem, dat er geen eisen aangesteld worden en veel meer. En die eisen, ja, dat begint bij een overheid. Ja, en een overheid dat begint dus bij kennis bij die overheid. Als ik wat mag reageren, want in een eerder blok zei je, VVD is voor TTIP en andere vrijhandelsverdragen. En nu maak je het punt dat dit soort bedrijven zich gedragen als staten. In dat soort handelsverdragen staan onderdelen, zoals een Investor State Dispute Settlement, waarin een bedrijf, een staat, voor een tribunaal niet eens van rechtbank kan dagen. Dat is waar de VVD voor staat. En daarmee help je dat dit soort bedrijven opgewaardeerd worden tot een macht als een staat. En dat lijkt me niet goed, maar dat is wat je net wel zegt. Ik maak een analogie, ik maak een kort verhaaltje. Als je met je auto rijdt en je neemt je kinderen mee, dan moet daar een kinderzitje omheen. Dat vinden we veilig en als je het niet doet, krijg je een bekeuring. Neem je een keer je kind mee zonder zo'n zitje? Nou, je hebt niet heel vaak een ongeluk, dan gaat het meestal wel goed. Op het moment dat jij die foto's van je kind of een verhaaltje op een website zet, dan staat het voor de rest van het leven van dat kind op die website, ook na zijn 18. Dus de foutjes die je maakt in je gewone leven, die zijn in de digitale wereld veel sterker, veel erger. En daar moet ook de wetgeving op aangepast worden. Kees maakte net het punt dat wetgeving eigenlijk technologie neutraal zou moeten zijn. Ja, dat is mooi, dat was vroeger zo, maar niets in onze samenleving is meer technologie neutraal. Alles is technologie. En misschien moeten we daar in het wetgevingsproces ook een verandering in maken. Mm-hmm. En hoe dan? Nou, dat is net zoiets als met een knuffel die brandveilig moet zijn, dat mag ik niet verkopen. Dus dat betekent... Ja, maar trek die analogies door naar Google. Wat zouden de regels kunnen zijn? Nou, dat je het verbiedt om privégevoelige gegevens van kinderen op te slaan. Kijk, maar je kan niet verbieden om zoekopdrachten bijvoorbeeld op te slaan. Die data is van Google. Ja, klopt. Het internet is een open ruimte en die is internationaal. Die laat zich niet beperken tot landsgrenzen. Dus je kan wel een wet maken in Nederland, maar dat helpt ook niks. Dat gaan we doen. We doen blokkeren, dat is geen oplossing. Blokkeren is nooit een oplossing. Dus dat begint met het uitleggen aan mensen hoe dit werkt. Daar heb je de educatie waar we straks over hebben. Onafhankelijke expertise inhuren omdat de minister van Justitie daar zelf geen expertise in heeft. Daar begint het probleem. Het is een grondrecht. Hoe kan het zijn dat we daar compromissen aan hebben gedaan sinds dat de grondwet er is? Dat is al een tijdje. Dus, en dat is niet alleen van de technologische veranderingen van de laatste tijd. Maar dat is ook omdat we gewoon laks zijn in het bewaken van grondrechten in Nederland. Misschien moeten we daar eens wat aan doen. Bijvoorbeeld bij het inrichten van een constitutioneel hof. Dat je zeker weet dat wetten getoetst worden aan de grondwet. Ja, dat is weer een heel andere discussie. Maar volgens mij zijn we helemaal niet laks over dit onderwerp. Daar staan we hier een fundamentele discussie dan hoeveel euro geven we aan een IVD, wou ik zeggen. Maar ook aan autoriteiten. Ja, maar daar zijn we het over eens. Eerst de analyse en dan het bedrag wat nodig is. Ja, maar wacht even. We hebben in de Tweede Kamer de neiging om dan altijd maar eerst een onderzoek en een commissie en analyse in te stellen. Dat is niet nodig. Iedereen ziet al 10 jaar lang dat big data, nieuwe technologie, algoritmes gewoon verstrekkende gevolgen hebben op de privacy van burgers. Ik wil maar zeggen, woorden als liberaal en deregulering betekenen helemaal niets meer. Je kunt overal waar iemand het woord liberaal gebruikt, net zo goed het woordje smurf invoeren. Probeer het maar, het maakt helemaal niet uit. Het is smurf dat de overheid uw vingerafdrukken centraal opslaat. Het is smurf dat er overal camera's komen. Het is smurf dat uw reisbewegingen in auto's en het openbaar vervoer geregistreerd worden. En dat uw bil- en internetgedrag opgeslagen wordt. Het is smurf dat u op straat preventief gefouilleerd wordt. Het is smurf dat de gemeente preventief woningen doorzoekt zonder huiszoekersbevel.
Het is smurf dat er bij grote controleacties duizenden auto's aan de kant gezet worden en doorzocht. Het is smurf dat het medisch beroepsgeheim doorbroken kan worden. George Orwell is waarschijnlijk de meest geciteerde schrijver op het gebied van privacy. Iedereen kent 1984. Maar in Politics and the English Language waarschuwde hij niet alleen voor misbruik van macht door politici, hij waarschuwde ook voor het misbruik van taal. Political language, and with variations this is true of all parties, is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind. En dan zegt hij, if thought corrupts language, language can also corrupt thought. Taal kan onze gedachten corrumperen. Zolang we het inperken van vrijheden en toenemende betuttelingen en controles zullen blijven slikken, omdat we denken dat het liberaal is of dat het deregulering is, dan zijn het niet de politici die ons voor de gek houden, dan houden we onszelf voor de gek. We hebben nieuwe woorden nodig. Het liberalisme is niet dood, zoals de JOVD dacht in 2008. Het liberalisme is hartstikke smurf. Nou, ze hebben het wel eens over een smurfendebat en smurfenmedia misschien zelfs wel. Ik was al lid van de correspondent. Ik ben nu, omdat ik dit doe, zeg maar, dan ook maar heb ik een Volkskrant al een beetje genomen. Ik raad jullie allemaal aan om je breed te informeren en zeker ook bij nieuwsoutlets als de correspondent. Ja, als je op die grote partijen blijft stemmen, dan krijg je weer een smurfenkabinet. Piratenpartij. Ligt de grens al bij het volgen van onverdachte mensen sowieso? Nou, als je naar het voorbeeld wat net gemaakt werd, waar je kijkt en van hé, daar is een hooiberg, we weten wel zeker dat daar een speld in zit. Dan gaan we niet die hele hooiberg surveilleren. Nee, maar daar ligt een fundamentele grens. We hadden het over bijvoorbeeld die internetkabels. Hè? Dus het feit dat je wat ongerichte, voor welke periode dan ook, internetverkeer mag bekijken, om te kijken, zitten daar eventueel verdachte. Zo ertussen, zitten daar verdachte netwerken in, zit er verdacht verkeer in, mag dat? Nee. Oké, dus die grens ligt voor het woordje ongericht. Ja, dus die grens ligt in principe voor de Piratenpartij al bij dat eerste punt. Ja. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor kentekenregistratie. Zeker. Dus wat betekent dat concreet? Op geen enkele manier kentekenregistratie. Nou, maar op het moment dat jij een snelheid overtreedt op een traject en direct aansluitend wist je die gegevens weer, Dan zou je die discussie met elkaar kunnen voeren. Maar kentekenregistratie gaat niet over snelheidscamera's. Kentekenregistratie categorisch, dat doen we niet. Oké, helder. Dus die grens ligt vrij vroeg. GroenLinks.